Yo mensen, Reps hier. Vandaag ben ik terug met een nieuwe video van Fortnite. En voordat wij ons potje gaan spelen, heb ik nog eerst nieuws te vermelden. Want het was natuurlijk de afspraak dat ik gewoon de komende 4 of 5 weken, weet ik niet meer precies, om elke zaterdag een video zou opnemen van Rocket League of van... Hoe noem je dat? Of van Fortnite. Want dat waren namelijk de 2 opnames die we nog moesten. Die 2 opnames die wil ik dus eigenlijk verplaatsen naar... nu is het zondag. Daarop worden die 2 video's geüpload. Eentje om 10 uur, namelijk deze Fortnite video. En eentje van Rocket League, namelijk om 3 uur 's middags. Dus ja, dan weten jullie dat ook weer. Eentje, nu is het zondag dus. En ze worden allebei geüpload om... eentje, deze Fortnite video om 3 uur 's middags. En eentje om 4 uur 's middags. Dus die Rocket League video. Nou ja, zo zit het dus. En ik heb even met Gamer overlegd. En ons uploadschema wordt vanaf nu dat ik elke week... op zaterdag om 10 uur 's ochtends een nieuwe game video voor jullie ga opnemen. Ongeacht welke game dat is, of dat nou Fortnite is, of GTA, of een andere game zoals Minecraft. Hebben we ook alweer een tijdje niet gedaan. En dat soort dingen dus. Ja, dat soort dingen die... besloten. Dat is dus ook ons nieuwe uploadschema. Als je nou nieuw bent en je kijkt van... Nou ja, dit vind ik een tof kanaal. Nou ja, abonneer dan zeker weten hieronder. Volledig gratis. En klik ook op het belletje naast de rode abonneerknop. Om dan op de hoogte te blijven van mijn allernieuwste video's. Ik zag al dat ik 1 abonnee erbij had gekregen. Ik weet persoonlijk niet wie dat is. Namelijk mijn 77ste abonnee. Ik weet niet wie dat is. Maar wel alvast hartstikke bedankt. Ik ben heel erg blij dat je op mij geabonneerd bent. Dat dus. En jongens. Jullie is het ook waarschijnlijk wel opgevallen dat Gamer... niet echt heel veel op dit kanaal doet. Nou ja, dat komt omdat hij vooral nog met andere dingen bezig is. Snap ik ook wel. En daarom maak ik voornamelijk video's. En eigenlijk Gamer, ja, doet dat af en toe. En zijn eigen kanaal heeft hij ook niet echt tijd voor. Maar ja, dat maakt dan voor de rest niet uit. Dus ja jongens, abonneer gewoon op dit kanaal. Dat is gewoon hoe het zit. En dan gaan we nu heel even naar ons Fortnite potje. 3, 2, 1. Oké, mijn webcam staat weer goed. En jongens, dit is de nieuwe updates. Dit is een nieuwe outfit. De nieuwe heavy sniper. En dan heb je hier ook nog iets. En onze vorige Fortnite potje, dat ging natuurlijk niet zo lekker. Omdat mijn rechter muisknop kapot was. Nou ja, ik heb nu een nieuwe muis aangesloten. En die doet het gewoon perfect. Dus ja jongens, laten we even kijken bij de itemshop. Als jullie dit zien, is deze itemshop er niet meer hoor. Dan is het allemaal lang weg. Maar dit is er nu dus. De outfit shop. Je hebt ook nog een nieuwe glider hier, zie ik. Oké, dit is dus best een nice glider. Alright. En jongens, wij gaan nu gewoon een potje spelen. Dan gaan we weer even bij Locker. Gaan we hier even weer. In plaats van de Vertex skin gaan wij even een andere skin pakken. Weet je wat, laten we gewoon deze vrouwelijke skin doen. En dan wil ik er nog een andere... Ja, die glider vind ik ook goed. En dan wil ik er nog een andere rugzak bij. Of zullen we die oranje zo laten? Nee, ik denk dat we daar deze rugzak bij gaan doen. Zo, nu hebben wij heel mooi ons eigen poppetje gecreëerd. En nu gaan wij hier op... play klikken. Ja jongens, ik hoop dat ik ook meer abonnees trouwens erbij krijg door middel van mijn nieuwe microfoon. Want ik snap dat jullie mijn vorige video's, ja, dat geluid was nou niet echt super tof. Ja, hij kon er wel mee door, maar super tof was het niet. En dat is deze microfoon wel. Dus het is ook een super professionele microfoon en zo. Maar ja jongens, daar gaan we nu niet meer over praten. En wij gaan gewoon ons Fortnite potje zelf spelen, jongens. Ik zou zeggen, enjoy. Hij is nu aan het laden.
Right, there we are. Op de Fortnite game. En mijn muis staat nu in één keer weer langzaam. Terwijl als ik niet in deze game ben, is hij de hele tijd eigenlijk best wel snel. Dus ja, dat vind ik wel een beetje raar. Ik game nu trouwens ook op een nieuwe muis. Dus voor mij ook nog heel even wennen. Dus sorry als ik niet de beste ben. En door middel van mijn microfoon zit ik dus nu ook wat verder van mijn scherm af. Maar ja, ik hoop dat dat in ieder geval geen probleem is. Goed, heel wat hard gebouwd en zo. Even kijken, we zitten hier in de battlebus. We gaan gewoon weer naar deze locatie. Waarom deze locatie, als mensen zich dat afvragen? Nou ja, op deze locatie heb je gewoon heel erg veel mogelijkheden eigenlijk. Er staan veel gouden kisten en dergelijke. Dat is wel weer verder te zien in mijn video's. Dus ja, vandaar dat ik deze locatie heel erg handig vind. Even kijken, we springen uit de bus. En dan gaan we weer op ons favoriete plekje landen. Laten we hopen even dat er niemand is. Of nou ja, het is wel leuk als er iemand is die we neer kunnen knallen natuurlijk. Even de glider uit. Want anders redden we het niet om daar te komen. Maar dan landen we in... hoe heet dit plaatje? Ik weet even niet hoe dit plaatje heet, jongens. Oké, daar hebben we iemand. Nou, laten we hier gewoon gaan skydiven. Right, hier staat geen gouden kist. Oh, jawel. Oké. Ja, omdat ik mijn graphics wat lager heb staan, duurt het heel even wat later voordat ik het weer zie, zeg maar. Oh nee, hier is al iemand. Oh-oh. Oh-oh. Jongens, waar moet ik nu landen? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oké, jongens, slechte start, slecht begin. Oké, ik moet dringend wapens hebben. In dat huisje daar kunnen nog wel eens wapens liggen. Ik ga kijken of hier nog wapens liggen. In dit huisje hier zo. Oké, laat hier alsjeblieft wapens liggen. Want als die jongen vandaan nu hierin komt, dat zou niet zo leuk zijn. Want dan zijn we, neergeknald. Nou ja, dan moeten we erg hard gaan hakken met onze pickaxe, jongens. Daar hebben we ook niet echt zin in. Ja, in dat huisje liggen meestal wel wapens. Ik hoop dat we even een machine gun of zoiets tegenkomen. Dat zou wel even prettig zijn. Even kijken. Even kijken, is dit een wapen? Nee, alleen ammo. Oké. Oh ja, maar hier staat wel een gouden kist. Oké, gelukkig jongens. Dit is onze redder in nood. Is dit de nieuwe heavy sniper? Volgens mij is dit onze nieuwe heavy sniper. Oké, en we hebben ook direct een chuk-chuk te pakken. Dat is very nice. Die kunnen we dan ook gewoon direct innemen. Waar we super blij mee zijn natuurlijk. Alright. Even mijn toetsen weer vinden. Nice. Alleen moeten we wel even meer wapens hebben, jongens. Dus laat gewoon even naar onze andere locatie gaan. En van die ene jongen hebben we nu als het goed is geen last. Is dit die heavy sniper? I don't even know. Is dit die heavy sniper? Kan ik dat hier ergens zien? Oh nee. Een scoped assault relief. Dus hij kan wel hij schiet als een machine gun, zeg maar. Dus dat is very prettig. Very prettig. Ja, alleen het is en blijft wel een sniper. Dat is natuurlijk niet heel erg fijn op zich. Om direct op het begin te hebben. Maar ja. We moeten het er maar mee doen, jongens. Helaas, helaas. Alright, ik zie daar iemand. Ik denk niet dat we hem vanaf hier kunnen raken. Even kijken, loop ik überhaupt de goede richting op? Ja, alright. Oké, jongens. Ik heb even serieus mijn wapens nodig. Gaan we gewoon met die gasten hier in gevecht? Oh nee jongens, dit is echt heel dom wat ik nu ga doen. Dit is echt heel dom. Oké. Ik ga die gast voor zijn hoofd schieten. Laten we hopen dat niemand mij nu ziet. Of zit hij daar nog ergens? Ik kan hem niet zien. Ik kan hem niet zien jongens.
Ik dacht dat ik daar iemand zag hier, ja? Oké, 74 hit. Nice. Hij gaat weg, hij gaat weg. Oké, hij begint dat te bouwen. Ik heb wel een goede hit gedaan. Als ik nog zo'n hit doe, dan is het klaar met hem. Hij is gevlucht, hij is gevlucht. Nee, hij is nog steeds hier. Waar zit hij? Daar. Oh. Kak. Wat baal ik hiervan? Ik had hem gewoon best handig kunnen killen. Maar we begonnen ook al slecht, ja. Een goed begin is het halve werk, zeggen ze wel eens. Dus ja, niet zo gek dat we hiermee mislukt zijn. Spijt me jongens, oké. Ik sta ook helemaal te shaken. Oké, zijn we weer. Oké. Echt jammer, want ik had hem gewoon 74 gehit. Maar ik heb hem gewoon niet... Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het gewoon stom van mij, eerlijk gezegd ook, weet je wel. Maar ja, ik ben deze muis ook niet gewend, dus ja. Het is allemaal een beetje fout gelopen, oké jongens? En ik ben ook net terug van vakantie, even serieus. Ja, voor jullie is het eergisteren, voor mij is het gisteren. Nice, alright. Oké, we zitten weer in de lieftallige battlebus en we gaan eens even hierheen. Ja, let's go. Ik hoop wel even serieus dat het potje nu al beter gaat, want in weer dit, daar heb ik echt geen zin in. Oké. Uitklappen die glider. En dit keer ga ik gewoon hier landen. En er staat een gouden kist. Oh yes, oké. Dit is goede zaak voor ons jongens, nu beginnen we beter. Zie ik daar nou ook een... Oh nee, ik dacht even dat ik daar een sniper zag liggen. Maar het is gewoon een shotgun. Alright. Oh, kijk. Dit is die ene dubbelgun. Die schiet zo pam pam, pam pam, weet je wel. En wat vind ik nou zo fijn aan deze gun? Nou, deze gun, die hit heel veel. Oftewel, die doet veel damage. En dat is gewoon... Nou ja, fijn. Even kijken. Dit is niet mijn handige wapenindeling. Dus wij doen hem gewoon zo. Daarna... Ja, oké. Dit is eigenlijk de perfecte... Wapenindeling. Voor nu. Waarom kom ik nooit uit mijn woorden, jongens? Dat vind ik echt raar, maar oké. Alright, laten we even kijken of we daar nog wat mensen neer kunnen knallen. Bij dat standbeeld. Ja, want daar staat namelijk iemand. Daar staat namelijk iemand en daar gaan we eens even mee in gevecht. Heeft hij nou echt niet door dat hij beschoten wordt? Kom. Kom gewoon vechten. Wat is het probleem? Oh, heeft hij... Gaat hij een van die teleports nemen of zo? Ah, wat jammer. Hij heeft een van die teleports genomen. Hij heeft wel dit gedropt. Thanks, gast. Alright. Nou, hier liggen toch geen gouden kisten meer. Laten we gewoon gaan teleporten naar die ene andere plek. Wat? Hier was toch een teleporter? Hier was een teleporter, jongens. Dat moeten jullie zelf ook gezien hebben.
What? Hey, bandages, dat is ook wel even handig. Die ga ik gewoon hiervoor inruilen. Nice, hebben we direct weer 5 bandages. Dat is very prettig. Kijk, daar hebben we iemand. Die in gevecht is met die gast. Gaan we ons met dat gevecht bemoeien? Wij gaan het gewoon doen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat we gekild worden. Want ik zag al dat daar gebouwd was. Even serieus, waar zit ze? Oké, nu zijn ze wel erg dichtbij. Volgens mij ben ik iets te dichtbij gekomen, jongens. Alright. Hij zit daar. Hij weet dat ik er ben. What? Hoe kon hij mij zo snel neerknallen? Nee, ja, iedereen gaat nu in de comments zeggen natuurlijk. Je moet bouwen, je moet bouwen. Maar ik ben daar zo ongelooflijk slecht in, jongens. Maar jullie hebben wel gelijk, ik had gewoon moeten bouwen. Dat is wel waar, ja. Oké, nou jongens, dit was mijn laatste potje en we gaan niet fijn. Nee, we gaan zeker niet lekker. Sinds ik op vakantie ben geweest, ging het niet echt... niet prettig. Nope. Nice, alright. Ja, la, 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 la. Kijk, hier gewoon een leven kloten, weet je wel. Dat is gewoon leuk, weet je. Oké. Hier zo. Oké, en dan gaan we nu iemand neerknallen. Oké, we gaan jou neerknallen. Right? Heel erg mooi. Da-d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 a. Schiet. Moet hij net nu reloaden? En nu is hij out of ammo. Alright. Ja, la la la. Oh, niet schieten, meneer. Dat is niet aardig. Waarom luisteren mensen nooit naar mij als ik zeg dat iets niet aardig is? Waarom? Okay. Just why, I guess. Oké, let's go. Goed, dan gaan we nu hier weer naar deze locatie. Want deze locatie gaan we steeds gewoon herkansen. Ja, oké, jongens, ik geef jullie gewoon gelijk. Ik moet echt een keer naar een andere locatie gaan. Maar ja, ik vind deze locatie gewoon zo fijn, weet je. En ik hou er dan persoonlijk zelf niet van om dan gewoon de hele tijd van locatie te wisselen. Nou, dus ja, dat. Come on. Oké. En hier staat alweer een gouden kist. Alright. Oké, iemand heeft een... Ja, oké, nu is het al te laat. Weet je wat? Laat. Ik zie daar ook direct een medkitje. Dat is handig. Alleen deze gun niet. Wat is dit? Zo. Die geeft schoten. Dat vind ik niet meer normaal. Oké. Gaan we eens even hieronder kijken. Shotgun. Alright, we delen het zo meteen netjes in. Oké, top. Oké, daar zijn nog gouden kisten. Shotgun. Hey! Ik wil die shotgun meenemen. Oké, volgens mij is hier niemand, dus... Dat gaat helemaal goed komen. Een shotgun of deze? Ja, volgens mij doet deze meer damage, toch? Maar doen we gewoon deze. Neem ook gewoon deze mee. Maakt niet uit. Ik begin het warm te krijgen, jongens. Serieus. Oké.
Misschien maar even mijn wapens netjes indelen. Eigenlijk zou ik me daarvoor in moeten bouwen. Ja, oké. Okay. Dit is wel een goeie. Hoe die reload ook. Fantastisch, oké. Okay. Daar hebben we iemand. I can see it. Sorry jongens, als we nu weer doodgaan. Alvast sorry, zeg ik alvast op voorhand. Wat? Ik had hem keihard gehit. Ik had hem wel keihard gehit, jongens. Jullie hebben het gewoon kunnen zien. Waarom maak ik de hele tijd zo slechte potjes? Oké. Okay. Ik snap er niks meer van. Echt niks meer. Oké. Okay. Nou, jongens. Het waren slechte potjes. Dus jongens, na mijn vakantie heb ik wel weer Fortnite tips nodig. Dus als je nog Fortnite tips voor mij hebt, gooi ze hieronder in de reacties. Maar goed, als je deze video leuk vond, like het dan. Als mijn kanaal je leuk lijkt, abonneer dan hieronder. Check nog even mijn website, Instagram en natuurlijk Gamer hier in de omschrijving. En I'll see you guys in my next video. Jongens, laters!